Tijd en stand even een bocht nemen daar en dan keren we terug. Dus behoorlijk wat zandweggetjes. En dan komen we op een laatste rechte lijn die wat verlengd is. Dus dat maakt een sprint nog interessanter. Wat die regen doet met zand dat toch al een poos droog ligt, dat mag Paul vertellen. Ja, het gaat niet veel meer veranderen, hè, neem ik aan. Dus als je ziet dat het nu pas beginnen regenen is... Het was al niet echt super lastig, het zand. En het zal nu nog minder interessanter worden voor de echte zandhazen, zal ik dan maar zeggen. Het is gewoon zien dat je het spoortje kunt houden. En daar komt het eigenlijk op aan. En niet meer of niet minder. U zag dat Sanakant hier niet minder dan 4 keer won. Vos zat er een paar keer tussen. Vos is niet van de partij. Talita de Jong, leidster in het klassement, is ook niet van de partij vanwege een val de week voor het WK in Hoogerheide. En dus met een spierscheur out. We wensen haar een goed herstel. Sanakant komt daardoor aan de leiding. En als je dan ziet dat het verschil ruim is met Ellen van Looy, dan kan haar nog weinig gebeuren. Ondanks het feit dat ze de voorbije week ziek geworden is. Het was niet zomaar een beetje ziek. Het ging wel degelijk over een keelontsteking. We kijken naar Bremier, die er wellicht net zal doorheen komen aan het eind van dit seizoen. Dat is echt in zicht. Laatste cross is de Kleikals in Lebbeke op zondag 26 februari. Ik zou zeggen allen daarheen, want dat is altijd een spektakelcross. Dit is Ellen van Looy. Sophie de Boer is er ook. Zoek niet naar Nash, de derde van het WK. En zoek ook niet naar Mani, maar die speelt op het WK al geen rol. Kijk naar de glanzende, bijzonder mooie regenboogdraai. Zit daar als gegoten Sanakant. Een unieke sportgebeurtenis anno 2017. Compton dus wel. Benieuwd wat zij hier zal klaarmaken. Verwachten ook veel van Verdon Schot. Weliswaar niet op het podium bij de belofte op het WK. En hier is Jolien Verschuren. Komt zij er nog eens doorheen aan het slot van het seizoen? Nu het toch al een poosje wat bergaf gaat. Het zwaartepunt van Jolien of het hoogtepunt van haar seizoen lag duidelijk op de Koppenberg en de weken daaromheen. Fraai parcours. Noem dit gerust een van de grote klassiekers in het veldritseizoen. En leuk dat de organisatie vasthoudt aan die zaterdag na het WK. Ze zijn honkvast en ze zijn natuurlijk gedreven op hun wolk van succes. Hun pupillen zijn wereldkampioen bij de vrouwen en bij de mannen. Dat brengt hier wel het een en het ander teweeg. Starten doen we gewoonlijk met Van Looy. Er zijn er weinigen die die start van Van Looy aankunnen. Tenzij de Boer zegt, ai, en Bremmeijer die komt daar ten val. Op een wel zeer vreemde manier. Er gaat ook nog eentje eroverheen. En Bremmeijer die gaat daar natuurlijk als de duivel van worden. Want nu of het komt het daar weer. Was al het blijft ver. Ook nog een tijdje liggen. Maar komt nu weer overeind, heb ik de indruk. Hopelijk, hopelijk. Ook al duurt het wel heel lang. Ondertussen is de rest het veld in. Veel tussen de bomen. Hard liggende wegen. Typisch Lille, zou ik zeggen. Hè? En het achterwiel footsie. En ik denk dat het race over is. Ja, ze is, laat het dan iets positiefs zijn. Ze is nog heel huids. En, ze had al pas een zeer zware val gehad. Nog maar amper terug in circulatie. Een koers of 10, 12... En dan, ja, ze vliegt uit haar klikpedaal. En dat is fataal voor haar. Ja, dat is haar eigen foutje. Die eerste fatale val, dat is al geleden van het Europese kampioenschap in Pontchâteau in Frankrijk aan de westkust in Bretagne. Klopt. Dat was een kanjer van een val, veel ernstiger dan dit. Maar goed, dat kost haar jammer genoeg ook een betere eindklassering in de DVV. Verzekeringen trofee, want ze stond daar even kijken op de 8e plaats. Veel opschuiven had niet gekund. Ook al omdat Talita de Jong toch nog behoorlijk vooraan zal blijven staan. Want door het feit dat je niet kan starten in de slotmanche, in een onbeteven welke manche, terwijl Verdon Schot daar wat in de miserie geraakt, ga je een 5 minuten extra aangesmeerd krijgen. Exact 5 minuten. Het is... Zo, dat weet je ongetwijfeld, maar graag met al die klassementen herhalen. Dit is een klassement op tijd. Wat je noteert, krijg je.
benieuwd hoe Sanne Kanthe door die ziekte heen fietst, maar je hebt er wel vertrouwen in. Ja, normaal gezien wel, maar het is toch zoals ze nu rijdt, is het aangewezen. Blijf daar een tijdje zitten. Ga zeker niet te fanatiek van stapel lopen. Laat dat allemaal terug zijn, op zijn positieve komen. En je hebt eigenlijk wel wat tijd genoeg hier. Het is ruim, het is breed. En ze zit op haar terrein, dus waarom nu al panikeren? Dus even ondergaan. Het is zo dat ze net als Wout van Aert in Herentals woont, maar daar trekken ze hier niet al te veel van aan. Het is en blijft een kind van Lilse grond. Als ik het goed heb, zien ze van bij haar ouders thuis Lilse bergen liggen. Dat klopt, daar staan nog maar heel weinig huizen tussen. Ik denk amper aan haar kant waar dat ze woont, een stuk of 3-4. En dan is het een stukje rijden door de bossen en dan kom je automatisch aan de Lilse bergen. Het is een flink bezet deelnemersveld. Ze zijn met niet minder dan 55. Van Looy, gewoon getrouw, goed voor een hele sterke eerste ronde. Op dit parcours, dat zei ze ook vooraf in het interview met Maarten, zag ze dat ook best zitten om dat een eind lang vol te houden. En ook een goede notering, misschien zelfs een podiumplaats eruit te halen. Ja, dat zou ze moeten kunnen. Dat wordt een vreemde koers. Hè. Als Sanne Kanthe het niet openbreekt, ja, dan gaat het een poosje op deze manier wel eens kunnen blijven. Carmen del Alvarado zien we daar ook dicht vooraan zitten in circa zesde positie. Je ziet dat die mullenstroken, dat daar ook al groeven getrokken zijn waar het nog altijd handiger fietsen is. Dus dat worden single tracks. Ja, ja. Op die manier is het dan toch weer een klein beetje technisch geworden. Anders zandrijden, dat is ook een discipline op zich. Maar nu moet je eigenlijk wel echt in die sporen kunnen blijven of je komt echt wel in de problemen. Tegen de waterkant altijd de invloed van dat water waardoor je een verharding krijgt. En straks zult u via longshots zien dat ze daar dan best hoge snelheden halen. Ik verwacht me daar al aan de torpedo's bij de elite, bij de mannen. Die gaan daar echt verschrikkelijk hoge snelheden halen. De boer in een loopfase handig gebruik gemaakt om een plaatsje op te schuiven. Mm-hmm. En opgelet, die houdt wel van op kop rijden. Ja, dat is een mooi bochtje. Pittig, zeer moeilijk. En ziet het daar maar eens op elkaar stroppen achteraan. Het is genoeg dat er eentje aan de sukkel geraakt dat de rest ook te voet staat. Hier Mout de kapteins. Ja, die is mee. Die ook nog altijd goed geplaatst staat. Staat op een vierde plek. Verdonschot staat dicht na haar op 22 seconden. Daar zit dus wel wat in. Denk ook aan de tussensprint. Die is van belang. 15-10-5. Dat is na anderhalve ronde. Aan de ene boog waar het telt. U kent het systeem van de DVV-trofee. In tegenstelling met vorig jaar zijn er geen bonusseconden meer te rapen aan de streep. Opletten met dit bochtje. Dat heeft niet veel regen nodig. Altijd wel in het verleden pittig geweest. Schuifwerk. Er zijn een paar wijzigingen aan het parcours, maar zijn die ingrijpend? Niet echt. Nee, het is een kwestie van een paar bochtjes, een paar lusjes extra. Mis ik hier de balken niet? Die zijn weg. Op dit stuk althans. En ik denk definitief. Het is een gekronkel in het bos. En er zijn ook een paar typische Lillese lussen getrokken. Daar bent u ongetwijfeld mee vertrouwd. Bijvoorbeeld in Hamme op het BMX-parcours heb je daar een soort van simulatie van gekregen. Een beetje vergelijkbaar qua parcours, vind ik. Ja, ja, af en toe zijn er wel flitsen die dat je daarmee kan vergelijken. Een viertal kant voor Donschot, Van Looy namens ons land en Sophie de Boer. Hier is de kapteins op positie 5. Mout. Ook ongelukkig op het WK. Ja, ja. Het zit niet voor iedereen mee. Hier heb je Loes Sels. Als eerste van de achtervolgers. De boer, eigenzinnig als ze is, door het wat mullerzand toch weer naar voren. Raakt daar wel wat uit de balans. En de kapteins sluit aan. Ook Sels een Lils kind. Ja, van Gierle afkomstig. Groot Lille. Ja, ja, Groot Lille. Walter Mees was ook van Gierle. Is nog altijd van Gierle. Klopt, klopt. Walter is nog altijd. En Paul Vermeijeren? Lillenaar. Ja. Zijn er ook van Poederleepaal? Van Pijl? Van Pijl, jawel, jawel. Daar zijn er wel wat bij. Schuurmans bijvoorbeeld.
En voor de rest zitten er weer zoveel coureurs in de Lielse club, zal ik maar zeggen, bij de moedige supporters. Ik tel er hier 19 die dat nog aanspraak kunnen maken op hun vergunning die dat ze jaarlijks in de schoot geworpen krijgen. De moedige supporters opgericht 50 jaar geleden. Enfin, ik neem aan, 50 jaar geleden is in elk geval de 50ste organisatie. Mm-hmm. En weet jij waarvoor die opgericht is? Dat zou je moeten weten. Eigenlijk wel. Dat is voor mijn broer, Staf. Voor de meesten is dat Gust. Staf of Gust Herreger. Ze komen op terug. Maarten. Ja, Compton die net voor onze neus gevallen is. Zo werd Alicia Frank opgehouden. Maar het verschil tussen de vijf vooraan en de rest achteraan, aangevoerd door Lou Sels, wordt groot. Hoor. Die kloof wordt groot. 15 seconden is het verschil al. Er steken er vijf bovenuit. Ja, en dat zijn niet toevallig de getalenteerden. Ik neem aan dat Antonot ook nog wel een zaakje zal willen doen. Komt een wat krakkemikkig, zoals zo vaak in het begin van de race. We hadden gedacht in het WK, gaat ze toch nog eens het beste van zichzelf laten zien. Dat bleef ook uit. Ja, ja, ja. En moet je dan durven stellen van het geraakt voorbij of het is bijna over voor haar. Misschien iets te voorbaardig, maar het is moeilijk voor haar. Dus ze krijgt het niet meer klaar. Van Looy, de Boer, Kant, Verdonschot en kapteins. Mooi groepje. Het leuke van het verhaal is dat het koppeltje kapteins Verdonschot respectievelijk op 4 en 5 in die orde, kapteins op 4, Verdonschot op 5, in dat tussenklassement geposteerd is. Ja, samen uit, samen thuis. Op het podium geraken wordt moeilijk, want ze staan op 8, 9, 10 en de jong krijgt dus 5 minuten aangesmeerd. Daar komen ze dus niet meer aan. Dat is aangesmeerd wel een ongelukkige uitdrukking als je met een spierscheur opgezadeld zit. Nogmaals, het mogen je voorspoedig verlopen wat het herstel betreft, Talita. De eerste ronde zit er bijna op. Dat is Manon Bakker, achteraan. Ook een goed WK, betwist. Wat beter geworden de voorbije weken. Opgelet, straks mocht er tot een sprintje komen hier op die klinkertjes. Altijd een vreemd gedoe als die nat liggen. Kant gedreven door het tromgeroffel. Mensen hebben voor de tent gekozen, dat is duidelijk. Want er was er straks bij de bochten duidelijk meer volk hier aan de kant. Maar in de regen is het niet prettig toeven. Hier komt de Loes Sels voorbij op 15 seconden. En dan gaan we naar een groepje met Alvarado, Manon Bakker, Verheestraten. Ja, verdomme. De hele goos is wat verderop. Heeft lef. Alicia Frank op dit ogenblik in 13e positie. Dat is al op 40 seconden. Wat een niveauverschil, hè? Verdonschot. Waarom niet eens voor de volle winst gaan? Tot dusver 1 overwinning, het Belgisch kampioenschap bij de belofte. Tweede overall, na de ongenaakbare kant. Al was dat nip de bedoeling toen. Jong, ijverig, hypergedreven. En nu ook nog eens het gezelschap krijgen van haar vriendin. Ja, Maud Kapteins. Wordt goed rondgereden op de stukken die breed genoeg zijn. Snelle overname. Dat gaat de rest nog rapper liquideren. Ja, het is een kwestie van geen fouten maken. Eén keer voet aan de grond en het kan al voorbij zijn. Dan los je. Sanne Kant heeft in dit circuit een indrukwekkende reeks neergezet. Ze heeft er niet minder dan 4 gewonnen. Dat was in Hamme, in Essen, in Antwerpen en in Loenhout, waar ze Vos versloeg. Dat was een soort van prelude voor het WK, een vorm van verwittiging. Op een parcours dat nogthans niet ultra-technisch is. In Baal was het wat minder, toen werd ze vierde. Weer zo'n moeilijk bochtje. Kwestie van aan de leiding te rijden. En dan kan er weinig fout gaan. Vaak een plek van gedrum daar. Maar het valt nog mee, hè.
Het ligt er hard genoeg bij. Ja, ja. Ik heb er al meer geploeter gezien hier in dit stukje. Dat zal. Zoals het zand hier ligt, dat hebben we al geweten, dat dat zo over een strook van 150 meter lag. Maar daar is voorlopig geen sprake van. Daar mag nu in deze orde straks bij de elite niet één een probleem mee hebben. Het is de tweede keer dat zijn knieval doet, Compton. Het is vaak een maatstaf voor haar staat van paraatheid. Hè? Als ze vaak tegen de grond gaat, ja, dan loopt ze wat verloren. Ook al hebben ze natuurlijk dit al een hele poos niet meer gezien, dat zand. Dat is al een tijdje geleden dat er nog eens over zand gesproken is. Ja, je moet al teruggaan ook naar Baal op 1 januari om nog eens een cross te hebben van de DVV Verzekeringen Trofee. Dat is waar. Bij de Superprestige, morgen Hoogstraat als Superprestige, dan is dat nog verder terug. En dan moet je al teruggaan tot Diegenum. Ja, dat wordt ondertussen allemaal. Ben je al 6 weken verder. Dat wordt dan terug opgepikt bij deze. Voor een goed begrip, dit is de finale manche, hè? De beslissende. In de SP, de Superprestige, volgen er nog 2. Dus eerst Hoogstraten en dan volgende zaterdag de slotmanche, zoals gebruikelijk in Middelkerken. We gaan naar Maarten. Ja, bij Bart Welles, die daarnet aan het schreeuwen was richting Moutkapteins. Blijf druk zitten. Ja, vooral voor haar klassement. Hè. Laura staat op 22 seconden van haar en moet nog een paar meters prijs geven. Dus ze moet goed zien als ze mij aan Sannen of zoiets kan wegrijden. En dat zou dan wel iets gemakkelijker zijn voor haar. Want meestal heeft Laura toch wel een sterke eindpoets in huis. Dus ze moet dat proberen en ze moet haar eigen koers zijn. En een beetje revancheren van vorige week natuurlijk. Het wel een beetje vreemd zijn, hè? Tussen die twee, Kapteins en Laura Verdonschot. Het is een koppel en dan moeten ze hier echt wel tegen elkaar rijden voor die seconde. Ja, maar dat is wel. De dag van de koers zijn echt wel concurrent. Ik denk dat ze net nog hun nummers zijn samen gaan halen. Maar vanaf als ze dan in de camper stappen, dan is dat van die ga ik het vandaag toch niet mogen zijn. Dus het is hard tegen hard en ik vind dat dat mooi is, dat dat moet kunnen. En dat dat zo moet verder kunnen gaan. Oké, okay, dankjewel. Bart Welles. Zolang de relatie het maar overleeft. Kapteins neemt daar wat afstand, maar dan komen die technische gedeeltes en dan moet je toch wel even bijpikkelen als je kapitein zit. En dat doet ze aan de kant dan natuurlijk niet. Dus is die al zo door en door ontwikkeld op tactisch en technisch vlak dat hij gewoon weet van doe maar meisje, ik neem je toch weer terug. Ja, ja, daarnet zou je denken op dat lang stuk van Mout rijdt weg, maar dat er dan één bochtje komt dat Sannekant wat beter past, ja, dan heb je er alweer een heel andere kijk op. Ik heb het al eens aangedurfd om Kant te vergelijken met Sven Nys, maar ik sta daar wel achter. Ja, dat qua mag. Instelling. Kant is een alle seizoens rijdster. Mm-hmm. Seizoen is, wil zeggen, beginnen in de herfst en eindigen als de lente bijna komt piepen. Dus alles betwisten. Vrijwel niks laten liggen om een organisator niet te ontgoochelen. Dat deed Nys en dat doet Sanne Kant ook. En door die ervaring die op die manier opbouwt, weet je hoe een koers verloopt. Ken je door en door het technisch vermogen van de tegenstand. En weet je wanneer die tegenstand gaat falen. En dan kun je die maar even laten lopen in het besef van, die valt van zichzelf terug. Ja, sta ik volledig achter. Waarbij ik niks wil afdoen aan de moed van kapteins en de rijlust. Lens wat aangeslagen, de logica. Na de droogte wat vochtafzetting. Ook morgen regen voorspeld, dat gaat daar wat worden in Hoogstraat. Ja, daar ziet het zwart. Van de week op de regionale tv al een stukje van gezien. Zwarte grond, wat loopwerk. Totaal een andere cross dan we hier nu onder ogen hebben. Van Looy verliest wat voeling, komt er ook redelijk brutaal in een putje. Maar Van Looy heeft een voorsprong van ruim 3 minuten en even kijken, 13 seconden op kapteins. Dus ze kan wel wat hebben wat het klassement betreft. Verdonschot hoort eigenlijk op te schuiven. Kan dit als geen ander en toch wordt ze iedere keer gehinderd. Nu weer door Sophie de Boer. Het is wat te werken voor Verdonschot, is mijn indruk. Ja, je ziet dat flitsende van het WK toen ze eigenlijk bijzonder makkelijk het spoor van Sannekant volgde. En in bepaalde passages zelfs indruk maakte. Ja. Hier zien we kapteins wel die 15 seconden pakken voor
Sanne Kant 10 en dan De Boer 5. Kant dus eindwinnaar is, maar dat wisten we al. Een kapiteins komt op die manier wat dichter, maar neemt vooral afstand van Verdonschot. Verdonschot ook lang twijfel geweest deze week of dat zij wel van start zou gaan. Je ziet dat ook heel haar knie is ingetaped. Is daar eigenlijk vrij zwaar op ten val gekomen in het WK. Ja, het is een gevaarlijke periode, ook al als je dan op de nieuwsberichten hoort dat het aantal gripgevallen zomaar verdubbeld is de voorbije week. Ja, Sanne Kant had er ook heel goed van, hè, want normaal was er een dubbel interview gepland en dat is uiteindelijk geannuleerd geweest. En dat doet ze niet zomaar, dan schort er echt wel wat. Het is altijd dubbel op. Je bent wereldkampioene, je beseft wel hoe groot je geluk is. Je bent niet zeker, gaat me dat nog vaak overkomen? En dan wil je daar ten volle van genieten. Maar anderzijds is er dat verwachtingspatroon van de supporters van het grote publiek. Ah, je bent wereldkampioen, dan moet je winnen, hè? Ja, zeker voor eigen volk. Dat wordt gewoon verwacht. Ook kost het haar krachten, dat zie je. Kloeke pedaalslag bij kapteins. Geen schrik van een eindje op kop rijden. Maar wat na de klok, na dat tussenstuk waar de bonussen konden worden geteld? Dan krijg je vaak een terugval van Looy. Het is wat vroeg dat ze achter de feiten aanholt. Zeker omdat de cross nog niet helemaal opengebroken is, zou je verwachten dat ze nog mee zou zijn. Zelfs dat is al op nagenoeg 25 à 30 seconden. Dan komt Compton om het hoekje. Compton komt er gewoonlijk wat later mee door. Als ze vooraan wat kunnen lonken, dan kan ze misschien nog aansluiten. Ja, dan krijgt ze een herkansing. Maar of dat ze daar deugd van gaat hebben, dat betwijfel ik. En dat allemaal op 3 ronden van het einde. Snelle cross, maar de lengte van iedere ronde vrij lang. Vandaar dat je toch een goede 8 minuten over zo'n ronde doet. Dat zeg ik, bijna 9 minuten. De snelste ronde staat op een naam van Kapteins, 8.54. De Boer, 8.54.6. Sanne Kant, 8.54.7. De logica komen samen over de streep. Verdonschot, 8.56. Wordt geschoven. Mout ook een goede dag. Mout kapteins. Met Alle Addison, met Lindy van Androoy, met Colleen Delay en met Caitlin Antonel. We hebben 16 passages tot nu toe gehad. Met nog 3 ronden. Heb jij nog andere markante wijzigingen aan het parcours gemerkt? Hier en daar een lusje extra? Een klein beetje, maar voor de rest blijft het grotendeels de cross zoals ze eigenlijk gekend is hier. Deze trap lijkt me ook aangepast. Ja, dat optreedje daar? Een klein beetje, dus er is een vertekend beeld van. Maar halverwege is er dan zo een kleine passage waar dat het even ophoudt om dan terug over te gaan in de tredes. Voor de rest zijn er hier nieuwe tubes gesignaleerd bij Sanne Kant. FNB. FNB. Ja, FNB. Dat is eigenlijk ook een leverancier van tubes. We durven dat niet meer na vorige zondag niet meer laten liggen. Alles wat daarover tubes verschijnt, moet meegedeeld worden. Want stel je voor dat je dat mist. Ja, maar misschien is dat wel de aanleiding geweest, hè, van een beetje te veel lek te rijden. Misschien ook misschien Richard Nieuwes te veel in de actuele tijd geweest. Misschien met Wout van Aert gelinkt, omdat die tubes dan toch uiteindelijk misschien mee bepaald hebben dat de wereldkampioen in Lille zit. Ja. En dan denk ik dat je Roodhoofd tegenkrijgt en dat hij resoluut kiest voor iets dat oerdegelijk is. En FNB, dat circuleert, dat leeft. Ja, dat zul je merken. De bandenstrijd. Het is Formule 1 geworden, zo zou je het kunnen stellen. Maar als ik dan na dat WK hoor, terwijl Sanne Kant daar nu wel bezig is met de wedstrijd open te breken. Mm-hmm. 6 keer lek, 5 keer lek, 4 keer lek, 8 keer lek. Geen materiaal meer. Dan is dat een grove onrechtvaardigheid en één grote brok onzin. Waarom heeft de UCI niet overwogen om dat WK over te doen? Op een ander terrein. Zo scherp zou je het ook kunnen stellen. Ja. Wie heeft er zijn kans naar behoren kunnen verdelen? Niet veel mensen. Niet veel renners.
Maarten. Ja, en Sanne Kant hier nu echt wel onder stoom aan het komen. Sofie de Boer die kruipt in dat wiel. We kijken naar de Krone Moutkap tijdens op 6 seconden. En dan Laura Verdonschot. En bij ons dan in de Laura! Dan in de B-ploegleider van Laura Verdonschot. Ja, ze kruipt en ze moet naar dat wiel toe kruipen van Moutkap tijdens. Ze moet in feite naar het wiel van Sanne Kant kruipen om te winnen. Maar natuurlijk moet de bekker realistisch blijven. En ik vind dat meisje het heel goed doet. Is het flitsende van het B-kader misschien wat af bij Verdonschot? Dat denk ik niet. Dat je niet ziet. Het is niet altijd maar een meisje van 20 jaar. Hè. Ze doet het toch wel met de beste mee. Dus ze rijdt op vrij hoog niveau, vind ik. Op ze stiekem om naar die derde plaats in het klassement nog te springen. Want de kloof is nu groot geworden door die bonificaties die kapitein heeft gepakt. Dat hoopt ze voor. De wedstrijd natuurlijk wel. En, ja, de wedstrijd is nog altijd wel niet gedaan. Maar het zal niet makkelijk worden. Hoor. Dankjewel. Dan in die B. Het was niet de meest ravissante passage van Looy in haar carrière. Nee. Terwijl Sanne Kant er nu zo duchtig de pace op legt dat zelfs de boer problemen heeft om bij te komen. Ja, vraag is of dat ze wel grip genoeg heeft. Want dat, die regen die stopt maar niet. En ze is van start gegaan met toch een half slik en half cross. De topjes opzij nog. Wie? Sanne Kant. Ah, ja. Dan moet dus je daarmee opletten. Die FNB's. Die FNB's, ja. Ja. Er zijn ook verschillende types in, maar ik heb ze dan ook van dichtbij gezien met wat ze eigenlijk van start gegaan is. En dat is niet echt een griffo-model, dat is een stukje daaronder. En dan moet je toch wel opletten op bepaalde momenten. En zeker in de bochten die dat nu, zoals hier, beginnen te blinken. Volgt u, dames en heren, en zo niet, schaf u een crossfiets aan. En met 37 verschillende types, en dan bent u mee. Ja, Ellen, wat is er aan de hand? Ja, met de nacht gestaan, denk ik. Het evenwichtsgevoel helemaal weg. Dat zou zomaar eens kunnen. Ja. Om de werktijd die ze wellicht overgegeven heeft aan haar maatjes die zo in de weer zijn voor haar in de WK-periode vanwege een wat langere afwezigheid, om die in te halen. Want ook dat is nog altijd niveau in de vrouwencross. Hè? Er moet nog gewerkt worden naast de cross. Sanne Kant niet, die is fulltime prof en die zal nu denk ik toch wel een stuiver meer verdienen. Oh, Verdonschot, ook al een hapering. Zitten de fase van de troubles. Ja, reed ze goed als tegen het achterwiel van Mout. Mout Kapteins. Dat zien we ze in de achtergrond. Hoi. Als dat maar niet tot aan bras leidt. Hopelijk niet. Om echt een pittige strijd te krijgen, zou dit allemaal nul moeten liggen. Nou, voor de helft is al genoeg. Ja, dat je daar echt moet doorklieven. Ja, dan had het nu al geklonken geweest in het voordeel van Sanne Kant. Maar godzijdank zijn er nog weersomstandigheden. Tuurlijk. Dat we die niet kunnen tegenhouden. Alhoewel, Chinezen die kunnen dat. De boer wordt een hardnekkige tegenstander en dat is maar goed ook. Ja, en daar moet je vanaf. Oh, dat was een brutaal manoeuvre. Ja, ja. Als je die fiets klinkt in het tuig van Kant, dan kan dat tot stukken leiden. Ja, en ook het evenwicht was nog niet helemaal. Hè, want ze was nog aan het afstappen, dan heb je echt niet veel nodig. Dat is zoals met een motor. Als je uit het evenwicht gehaald wordt, kijk, dan lig je in de week. Hier komt het moment en daar zegt ze, plant, snok. Ze heeft geluk dat ze niet in de dieprik ligt. Is dat niet met opzet? Of is dat een toeval? Niet echt, dat is Sophie op haar best. Wat ben je zachtaardig, Paul. Ja, maar dat is Sophie op haar best. En dat is tof. Dat is niet fout. Ken jij Sophie op haar best? Blijkbaar op deze manier. Misschien Maarten weet daar wat meer van. De boer, Kant en Kapteins, dat is ondertussen al op 11 seconden. Wat zo'n versnelling van Kant allemaal teweeg brengt. Dan Verdonschot op 16 seconden. En dan is het wachten op Ellen van Looy, maar die gaat een kwakje gekregen hebben. Dat gaat naar de halve minuut gaan. Ik kan dat allemaal aflezen op een computerscherm waar die tijden netjes op geafficheerd worden. Nog altijd geen passage daar ergens midden in het bos van Ellen van Looy. Zou die ondertussen al bijgehaald zijn door Roussels? Tijdje blijven zitten, Sanne. Van Looy op 43 seconden. Door die aaneenschakeling van missers. En dan zelfs op 49. Ja, die komt zo goed als aansluiten. Dat zou wel eens kunnen dat die samenlopen. Telen net wat in de verdrukking. Ik kan u meegeven dat bij de juniors de overwinning ging naar Florian Vermeers voor Arne Vrachten en Belgisch kampioen Toon van den Bos. Die werd derde, Toon van den Bos. Kapteins kijkt uit naar Verdonschot.
De rechte lijn. Hoeveel langer, Paul? Een stukje van een meter of 60, denk ik. Dan dat we eigenlijk gewoon zijn. Naar de kampeerzone, hè? Ja. Hier rechts gaat hij zo meteen onze commentatorencabine herkennen, als hij tenminste in beeld komt. En daarachter heb je een stuk bos met allemaal tenten en caravans. Daar dat wat gammele aftandse aluminium ding, dat is onze commentatorcabine. Een paleis. Vertonschot op 9 seconden. Die wil nog terugvechten. Of was het Mout? Mout op 4 en Verdonschot op 9. Ja, ja, dat is natuurlijk niet veel, maar het is een veegteken. Als je al een paar keer aan de rekker gehangen hebt, dat je lost. Compton en Sels. Dicht bij Van Looy op 7 seconden. Strijdje in de strijd. Van Looy voor haar derde plaats. Maar nogmaals, dat moet al een enorme oplawaai zijn. Wil ze die derde plaats kwijtspelen? Het kan zelfs een tweede plaats worden. Nee, dat kan in principe niet. Het gaat hard. Alhoewel. Ik ga er nog even mee wachten, alvorens dat formeel te zeggen. Kant speelt natuurlijk als nieuwe leidster ook een rol. En dan moet je veel gaan herzien. Ze gaat daar met de rondvaart daar de bocht op het strand aansnijden. Kapteins houdt ze binnenschot. Het is voldoende dat de boer zegt van, oh nee, ik ga hier niet blijven rondknallen. En dat kopwerk blijven doen op die brede stukken. Wat inhoudt. Ik had de indruk hier bij de passage op de ronde van het einde dat de Kant wat terughoudend is. In de wetenschap dat het lichaam nog niet helemaal hersteld is van die ziekte. En dat ze het met het manoeuvre in de laatste ronde zal moeten doen. Ja, ja. Dat zou het beste zijn voor haar ook. Dus ze heeft al eens een keertje getest. Als je dat merkt dat dat niet lukt, ja, dan moet je gewoon kiezen voor een andere formule. En deze, ja, die kan nog altijd wel leiden tot succes. Ook al schat de boer in de sprint niet. Nee. Nee, maar ik heb toch het gevoel dat als ze Kant nog een ietsje pietje over heeft, dat ze kipkap maakt van de boer in de sprint. Ze moet er natuurlijk wel bij blijven. Als Compton geen fouten maakt, krijgt ze Van Looy te pak. En dan kan zelfs daarvan profiteren. Ja, dat ziet er naar uit dat ze daar recht naartoe gaat rijden. Als ze tenminste recht blijft. Jawel, dat gaat goed. Je ziet de Compton werken met haar bovenlichaam. En de boer neemt daar wat afstand van Kant. Ja, dat is wat gebeurd. Hebben we een momentopname gemist? Of gaat Kant daar gewoon weer simpelweg naartoe rijden? Of neemt de boer hier de bovenhand? De boer die hier in deze trofee geen manche wist te winnen. Wel winnares van de wereldbeker. Maar dan zie je dat Kant alweer op techniek, gewoon door een prima bocht te nemen, die goed in te schatten, toch weer wat aan terreinwinst boekt. Maarten. Ja, wij staan bij Camille van den Berg, ploegleider van Sophie de Boer. Dit is toch niet de allerbeste Sophie de Boer, zeg je. Ze rijdt aan de leiding. Ja, vanmorgen voor de start zegt ze dat ze niet geen goede benen had. Een beetje zure benen van de afgelopen dagen. Het zijn toch 4 crossen, nu was op 8 dagen rijden. En nu blijkt ze toch een beetje erin te komen. Maar ik hoop niet dat ze deze ronde te hard rijdt om de laatste ronde toch te kunnen verdapperen nog. Dat riep je, hè? Niet forceren. Ja, vooral, je kunt heel snel rijden hier de 1 ronde. En de 2e ronde moet je weer bekopen. En Sanne die rijdt daar heel erg gekiend in. En ik hoop niet dat ze eigenlijk nu over kop rijdt. En dat ze de laatste ronde daar toch weer de 2e wordt, zeg maar. Dankjewel, Camille. Camille van den Berg, weet u nog? Ik kan me niet herinneren dat ik een groter kanon bij de start gekend heb dan Camille van den Berg. Ja. Dan kon je gif opnemen. Die rijdt hier aan de streep voorbij naar de start met 10 meter voor. Snelle starter in ieder geval. Bleef meestal niet duren. Nee. Dat is een eigenschap die dat telt. Dus geblokt, hè. Camille, dat was echt een lijf van een pistesprinter. Ja, ja, toch? Stragejongen.
Absoluut. Iets groter dan Wim de Vos. Destijds ook altijd snel. Misschien kan hij het nog proberen om te pisten. Met z'n drieën. We krijgen dus een tweede groepje. Of moeten we zeggen een derde groepje in deze race. Daarachter Verheestraten op plaats 8. Manon Bakker op plaats 9. En Céline del Carmen Alvarado, dat is meer dan twee monden vol, op plaats 10 op 1:10. Wyman op 11 en Ellie Anderson op 12. Er doet ook een Française mee, Pauline Delaye, en die is 13e en dat is al op 1:49. Het is Verheestraten. Die heeft eigenlijk in de ranking... Verheestraten heeft eigenlijk verdonschot wat moeten laten gaan. Mm-hmm. Want dat waren pakweg 2 jaar geleden nog gelijken in de strijd. Ja. Ja, is een heel verschil gekomen. Wat komen zij kort opzetten hier? Mout. Ja, de boer kan dat niet bijklaren. Dus gaat zij wat gas terugnemen. En op die manier krijgen we weer een kwartet. En de kapitein heeft er altijd zin in. Behalve als alles tegenslaat natuurlijk, hè, zoals op het WK. Wat een droef beeld. Ja, wat kun je pech hebben. Te voet staan en dan niet echt over een fukse looppas beschikken. Ja. Dat was voor een goed begin nog op de zaterdag, toen we nog dachten, er is hier qua lekke banden geen vuiltje aan de lucht. Nee, er waren nog geen lekke banden gevallen. Met die vorst en dat klein beetje dooi. We gaan daar niet meer blijven over zaniken. Maar ik zit me toch af te vragen, zij die aan dat parcours gewerkt hebben. Hebben die dan nooit bij het heien van paadjes ervaren dat daar steenslag onder zat? Dat denk ik wel. Brekeljon, zeggen ze bij ons. Afbraakmateriaal. Maarten. Ja, daarnet was het verschil nog 7 seconden tussen de twee vooraan. En dan kapteins en Verdonschot. En nu komen ze aansluiten. In het lussenpatroon, waar in het verleden hier in Lille vaker het verschil gemaakt is. De beslissing zelfs viel in de slotronde. Ja, met Meuse. Die en, kikt en daarop. Nijs. Meuse, de winnaar van 2012. Van Looy kan ook het tempo hier achteraan niet bijbenen. Ook Lou Sels is al gelost. Daar hebben de achtervolgers een prima zicht op het verschil. Mm-hmm. Ai, ai, ai. Wat gaan er hier veel gedubbeld worden? Als dat zo blijft voor de slotronde, dan wordt dat een puikstukje. Want dan kunnen ze de trucken van de voor boven halen. Ik denk dat Kanti zeker heeft. Bij de boer zal dat er ook al wel in zitten. Dus net voor de helling wat inhouden. De rest de voet zetten en dan doorknallen. Of is het daarvoor niet stijl genoeg? Ja, toch? Jawel, jawel, jawel. Ai! Andermaal. Ja. Niet in Assas. Want is ondertussen voldoende technisch... onderlegd. Het is haar dag niet. Zullen we maar aannemen. Veel volk. Zoals ze dat hier zeggen, in de pad. Ja, ja, toch? Ja, ja, helemaal. En dat is ferm vervelend als er iemand in de pad rijdt. Dat kun je missen. En zeker in volle finale. Die gaan er onmiddellijk wel uitgenomen worden. Daar moet je niet aan twijfelen. En het is al zover. Zie maar in de achtergrond. Allemaal inpakken. Zou men dat niet moeten organiseren op een tweede plaats op het parcours? Ja, ja. Dus als ze daar vrij lang over rijden... Want hier is het eigenlijk in het ergste geval het kwaad al geschiet. Ja, maar als je ziet naar die rondetijd, 8:50, dat is, dan ben je heel lang onderweg. En reden te meer om halverwege het parcours ook zo'n commissaris te zetten. De geslagenen, ze mogen naar huis. Naar de wasplek. Maarten. Ja, het gaat tussen de vier vooraan. Hè. Bart Welles die mag nog eens zijn glazen bol bovenhalen. Wat gaat er gebeuren in de laatste ronde? Oh, ik weet het niet. Sanne gaat het sowieso wat tactisch spelen, daar ben ik zeker van. Sofie geeft mij de sterkste indruk.
En ik heb net geroepen aan Maud dat ze de koers gewoon hard moet maken eigenlijk. Niet blijven zitten waar ze nu zit en proberen gewoon full gas. Het podium is voor ons heel belangrijk. Ze hoeft al niet te winnen, maar het podium is voor ons al heel mooi. Dus maar ja, het is nog een hele lange, lastige ronde voor hen, denk ik. Kapteins heeft misschien al full gas moeten rijden om dat gat te dichten. Hè? Ja, een keer op kop gereden in het begin voor die seconde, hè, omdat dat toch belangrijk was. Dan om dat gat te dichten, maar ook Laura heeft dat moeten doen. En allee, van voren reden ze toch ook niet weg. Dus ik denk dat ze aan elkaar gewaagd zijn, maar ik denk... Ai, valpartij. Doe maar, Michel. Gaan daarnet zijn tweeën tegen de grond. Het was een ferme klets. De boer is degene die de grootste pineut is. Ja, en ja. Dan is Kant de enige die eigenlijk helemaal recht gebleven is. En nu wel niet meer zal wachten, zeker. We gaan het nog eens bekijken. Daar die bocht wat breed uitgenomen. Geen controle meer. Evenwicht kwijt. Verdonk schot daar ook het slachtoffer van. Half het slachtoffer is de Nederlandse kapteins. En Kant, de wereldkampioene. Ja. Zou ze niet meer mogen laten liggen nu. Die zal nu wel aan de leiding rijden. Zonder enige twijfel. Kapitein is wel mee. En dat is daar een bochtje. Dat kennen we uit het verleden. Meer mos dan gras, zal ik maar zeggen. Tijdens dat interview zag u dat Kant zich daar wat liet wegzetten. Dat ze probeerde op dat brede laantje om terug te vechten. Maar dat ze het niet onder de maart had. Onder meer ook omdat de kapiteins van aan de andere kant minstens even hard tekeer ging. Mm-hmm. Ja, dat was eigenlijk linker troep. Dus als je daar in vierde positie gaat zitten... Dan ben je eigenlijk met vuur aan het spelen. En ja, dat kwam maar wonderwel goed uit. Ja, maar het pleit ook voor haar reactievermogen dat ze daar wist aan te ontsnappen. Oeps, alles vlot ontweken. Een soort van skislalom. En dat mag ook hier op de bergen in Lille. Verdonschot komt razendsnel terug. Ja, super. Oh, daar super, zit nog veel op. Er zijn flitsen van haar te zien vandaag geweest. Die dat echt tot de verbeelding zijn. Maar, dit zou het afstapje te veel kunnen zijn voor de boer. Ze krijgt het niet klaar om echt vooraan aan te sluiten. Want dit is meteen een verschil voor Sophie de Boer. Dat wordt moeilijk. Dat is een seconde of zes. In die allerlaatste ronde. Komt en blijft plakken op een ronde. Of op, 40 seconden in de slotronde. Op plaats 5. Dan zou Lou Selzer moeten doorheen komen. Tenzij Van Looy toch nog aan positiebehoud wist te doen. Op het lange rechte stuk Kant weer wat afstand. Ja, maar het is moeilijk, moeilijk. Nee. Kapteins weet terug te komen. Sanne Kant heeft echt haar dag niet. Als ze hier zou winnen, dan is dat echt op karakter. En dat kleine tikkeltje. Geluk van Sophie de Boer dat hij daar tegen de grond ging. Maar dat doet dan dubbel en dik deugd als je op een minder dag toch wint. Dat is de kunst zelfs. Dat getuigt van ervaring, van intrinsieke klasse, van doorzettingsvermogen. Even door de spoelbak. Ja. In de sprint gaat ze niet de minste moeite hebben. Dus haar tubes staan vrij hard zelfs. Als ze ziet dat die nog altijd dokkeren in het zand... Moeilijke passage, goed gerond. Kapteins ook vlot. Opgelet, het is een smal paadje. En als je er stilaan doorheen zit, dan wordt dat moeilijk om het evenwicht goed te bewaren. Kapteins een wat verbeterde trek. Verdonschot komt bijna op het wiel van haar vriendin. Mooi optippen daar. En dan weer sprinten. Niet evident, iedere keer weer dat optrekken. Kant met dat reuze verzet. Kijk eens wat een molen. Als ze dat verschil kan houden, dan is het klink en klaar. Dan gaat ze nog eens winnen hier. Dat zou dan voor de vijfde keer zijn, als ik me goed herinner. 4 keer op een rij. Ja, het zal niet de laatste zijn. Staat daar nu wel erg groot. Ik neem aan dat ze nu wel nog wat kan terugschakelen om daar naar boven te gaan. Ja, zo de ervaring, dat is oké. De twee vriendinnen plakken nu aan elkaar zwier. Bart Welles wilde zijn pupil op het podium. Dat zit eraan te komen. Ja, dat is al geklonken. Daar moet je niet meer aan twijfelen. Maar 3 minuten wegrijden van Van Looy, dat gaan ze niet doen. Dus wat dat betreft gaan ze Van Looy niet te pakken krijgen in het klassement. Nog kapteins, nog Verdonschot. Voor een goed begrip, Van Looy zit hier nu op circa 1 minuut van leidster Sanne Kamp.
neem aan dat ze hier elke lopende meter kent. En daar komt Verdonschot nu schouder aan schouder. Ja, laten gebeuren. Laten passeren. Niet moeilijk tegen doen. En op die manier ook aan het wiel van Sanne Kamp. Ja, ja. Ziet hij er wat doorheen? Die heeft een zeer moeilijke dag, Sanne. Maar ze heeft geknokt. Let naar de kleuren op de Belgische helm. Ik neem aan dat ze straks nog zorgen voor een wereldkampioenenhelm. Niet forceren. Ja, toch komt het er ook op aan, denk ik, van op die lussenstukken de leiding te houden. Ja, zeker. In de eerste plaats. En dan ook in de tweede plaats fris aan die sprint beginnen. En dat kun je alleen maar tempo een klein beetje laten te zakken. Af en toe wat harder rijden, dat ze er niet overkomen. Ja. En op die manier... Opgeruid de laatste achterrijn is langer. Hè? Als ja. ze klink aan het wiel zitten, bij het inzetten van die sprint, dan kan er geremonteerd worden. Hè? Ja, dat is een echt volwaardige sprint op deze manier. Vroeger... We hebben hier al vreemde sprinten ja, gezien. Vroeger was het al spektakel, maar nu is het nog professioneler. Omdat we het, hebben hier al vreemde sprinten gezien. We hebben hier al mensen nog voor de eindstreep hun remmen zien dichtknijpen. Om tweede te worden. Kom meisjes. Echt klaar. Nu spant het erom. Zeker ja, niet laten hinderen. Niet in de weg. Opzij. Ook al verdien je het om respect te krijgen dat je deze sport beoefent. Want het is een verschrikkelijk zware sport. Een uur lang. Kijk. Dat is allemaal knap gedaan. Ja, ze spelen het heel professioneel. De meisjes die dat op een ronde gezet worden. Ik had het wel over de kant. Ja. Even bijpikkelen. Waarbij Verdonschot heel even inhield van, oh, daar mag ik niet intrappen. Dit is bijna een herhaling van het Belgisch kampioenschap. Als je er doorheen zit, dan moet dat een marteling zijn. Die koppositie blijven vasthouden. Kapteins blijft wat voeling missen. Doet haar uiterste best om weer aan te sluiten. Kan dat hier dan nog? Kloeke afdaling, legt daar ook wat risico in. Mm-hmm. Ze gaat wel komen, maar... Nummer 50, Lisette de Schoon, zal er zelfs schoon uit moeten. Verdonschot wil voorbij, is aan de kant. Dat doet ze, maar is dat het beste? Hier wachten ze op. Daar komt Fruile uit het Lommelse. Terug het bos in nog even. En dan komt onverbiddelijk die sprint. Klein lusje nog. Laura wordt ook aangemoedigd. Ja, Laura wel, maar Laura zit op kop en het is maar zo'n Laura lange sprint. Zit wel in het hol van de leeuwin. En ze zit met een razendsnelle in haar wiel. Sanne Kant spreken we dan. En als die goed dat wiel kan houden, goed kan colleren, en dan kan ze er zeer goed getimed uitkomen. Daar komen ze eraan. Opgelet voor de opkomende kaptein. Ze gaat voor de verrassing zorgen. En Sanne Kant heeft hij aan de andere kant verwacht. Komt daardoor wat laat op gang. Moet niet naar dat achterwiel van de kapteins. Kapteins die doorzet. Al maar dichter bij de streep komt. Wordt hij nog geremonteerd. Nee, Sanne Kant nee, is ook nee, al nee, gaan nee, zitten. Nee. Kapteins wint bij verrassing hier in het land van de leeuwin. Op de verrassing gespeeld. En knap gedaan hoor. Sanne Kant op 2. En Verdonschot haar vriendin. Uiteindelijk Ringeloord op 3. Op de verrassing. Dat is straf. Dat niet is straf. Gewacht. En Verdonschot die maakte bijna de fout om naar dat wiel te springen. Van haar vriendin, van Maud Kapteins. Deed dat dan uiteindelijk niet. En Kant iets te laat gereageerd. Ze gingen toch keihard tegen elkaar knokken. Ja, ja, ja. Dan is dat toch geen fout. Knokken. Het was zeer mooi gedaan, zou ik zeggen. Dat gaan we straks nog eens bekijken. Hier is de ongelukkige De Boer. Misschien vooraan uiteindelijk de beste. Wie zal het zeggen? Zij wellicht. Op 36 seconden. Achteraf bekeken, zeker. Sophie De Boer. Daar komt Compton. Altijd vriendelijk als ze is. Met een licht zwaaihandje. Maar dat gaat al naar 50 seconden. Wat meer zelfs. Dat is op 54. Dat is typisch Amerikaans. Dat doet Nash ook altijd. Handje klap. Ellen van Looy, die haar plekje wel weet te redden. Komt dus op het eindpodium van deze DVV-verzekeringen-trofee. En een wat mindere dag. Te veel foute last. Op plaats 6 op een minuut 15. Dan is Loes zelfs de zevende op 1:18. Hier moeten we naar Manon Bakker kijken. Dat is op plaats 8. En dat is al op ruim anderhalve minuut.
het groot opgeschoten Nederlandse Manon Bakker. En dan wordt een hele tijd wachten op Karen Verheestraten. Hier komt Verheestraten, kijk eens naar die klok, dat is op 1.45. En dat op een lichtlopend parcours. En dan nog Céline del Carmen Alvarado. Dan moet je meedoen aan de Vuelta. Ja, op dat, laatst 10 op 2 minuten. Dat klinkt in ieder geval als een bel. Maar misschien mooie zien we naam. Haar bij de Ladies Challenge op de slotdag van de Ronde van Spanje. Maar dat is werk voor september. Te ver af. Nog ver weg. Op plaats 10. Het is een Nederlandse overigens. Hè. Het is Ellen Wyman, waarvan we weer topwerk verwachten. Volgend seizoen. Ook zij gevallen op het EK in Bretagne. En dan is de weg heel, heel lang om terug te komen. Anderson op plaats 12. Was in het middenrif van het seizoen duidelijk beter. En deze gaan we ook nog meenemen. Dit is Pauline Delaye, een Française. Voilà. En nu Maarten met de wonderbaarlijk mooie stem van Wout Kapteins. Wout, proficiat. Je moet even uitkuchen, zoals dat dan heet. Proficiat met die overwinning. Je hebt een heel slimme cross gereden. Hè? Ja, ik heb gewoon heel de cross volgegeven. En, ik had niet verwacht om nog terug te komen bij Sofie en Sanne. En dan hier in de bocht vallen Sofie en Laura. En in één keer liggen alle kansen terug open. En ik kwam als derde uit het bos. En Bart had naar mij geroepen, je zet de snelste. Dus ja, dat zat in mijn hoofd. En ik moet er eigenlijk nog even van bekomen. Zo. Want ik had niet verwacht dit jaar nog een overwinning te behalen. En zeker niet hier in Lille. Dat krachtige kost voor jou om terug te komen. In het begin reed je daar op kop voor die bonificatie een seconde te nemen. En dan moest je achtervolgen om die kloof dicht te krijgen. Ja, maar ik had toch nog goede benen. En iedereen zit wel een beetje aan het einde van zijn Latijn. En zo ook ik. Dus ik wist gewoon, als ik heel de cross volgeef, dan gaan we in ieder geval niet meer veel naar de meet. En dat is ongelooflijk, zo'n overwinning. Ik ga je laten opwarmen, want het is hier bijzonder koud. En dan gaan we naar de wereldkampioene, die vandaag tweede is geworden. En die heel snel nog haar gezicht aan het schoonvegen is. Sanne Kant, tweede. Vertel eens, je hebt er alles aan gedaan, hè, om die overwinning proberen binnen te halen. Ja, en in het opdraaien van de laatste rechte lijnen was ik eigenlijk alleen met Laura bezig. Maar ik was eigenlijk halve links van het idee dat zij direct de sprint ging aangaan. Maar plotseling bleef ze toch wachten. En ik vond het zelf nog te vroeg. En Mout die speculeerde eigenlijk heel goed. En ze kwam in één keer met heel veel snelheid. En, langs de andere kant, hè? Ja, ik wist ook niet dat ze nog zo kort zat. Ik hield er echt helemaal geen rekening niet meer mee. En, ja, plotseling was ze daar en dat ze in één keer al 20 meter. En ja, dan is het niet meer simpel om nog te remonteren. Paul, onze commentator zei een paar keer, Kant is op karakter aan het crossen. Dit is niet de allerbeste kant. Heb je het ook zo aangevoeld? Ja, mijn benen waren in orde, maar vanaf mijn heupen tot aan mijn kop was stiekem miserie. En, ja, je probeert gewoon alles eruit te halen en je eigen tocht te laten zien. En het viel op zich mee. Ik had in de laatste halve ronde zak het op zich nog wel zitten, maar ja, net mislukt. Heel snel nog, hoeveel deugd deed het om in die trui te kunnen rondrijden in jouw eigen Lille? Ja, dat is heel plezant, maar ik had er heel graag in gewonnen. Dus dat is momenteel wel even een teleurstelling. Dankjewel, Sanne Kant. En dan gaan we nog eens naar de nummer 3 van vandaag. Laura Verdonschot. Voilà, ook heel even met de handdoek nog de laatste modder wegvegen. Laura, het was een heerlijke strijd tussen jullie. En we dachten, ze gaan met 2 sprinten, maar dan was daar plots een derde. Hè? Sanne hield haar benen een beetje stil in de bochtjes en kon er wel overkomen, maar toen had Maud het gat al terug gedicht. En, ja, eerst gaan we de laatste ronde in en valt Sofie en val ik ook mee. En, ja, daar verlies ik alweer de aansluiting. En misschien was ik wel de sterkste vandaag. Ze ziet dat ik constant terug moet komen, maar ja, ik heb niet gewonnen. En ik hield wel in de sprint en Maud ging meteen door. En ja, toen was de volgende gaan vliegen. Dit hadden jullie niet op voorhand afgesproken? Nee, Sanne was een beetje naar mij aan het kijken en ik naar haar, denk ik. En meest kwam Maud voorbij. Ja, het is spijtig, maar ja, het is zo. Dankjewel, Laura Verdonschot. Michel, terug aan jou. Ik voelde mij de sterkste vandaag. Wat denk jij, Paul? Was Laura Verdonschot volgens jou de sterkste? Ja, in een paar bochtjes wel. Maar voor de rest heeft ze vaak achter de feiten aangehold. En dat is ook logisch. Hè, als je met een knieblessure geconfronteerd werd. Of heel de week toch last van ondervonden hebt. Ja, dan denk ik dat dat normaal is. Dus, maar uiteindelijk is het dan nog goed gekomen.
Met Breymaier kwam het helemaal niet meer goed, vooral met haar fiets niet. Zij moest eruit wat bitter vroeg in de race. Afscheiding, eerst onder impuls van Van Looy, dan wat later van De Boer. Eigenlijk vonden deze vier elkaar perfect. Ze waren, wat het niveau betreft, gelijken. Het was niet het dagje van Ellen Van Looy. Helemaal het dagje van Ellen Van Looy niet. Wat was er aan de hand, Ellen? De vier deden naastig voort. Het was een kwestie van foutenlast te beperken, om goed mee te draaien. Zowat in het middenrif of daar net voorbij en stevige versnellingen van Kant. Daar was Verdonschot heel even het noorden van kwijtgeraakt. Ze zou toch nog weer op haar fiets kruipen. En riskant manoeuvre hier van De Boer, die zet de kant helemaal geplant. En dan werd dat rekje toch weer samengetrokken. De Boer nam een hele tijd het initiatief, werd dat beu. Zo beu dat ze er ging bij liggen. Ook Verdonschot hetzelfde lot beschoren. En ook Kapteins wat opgehouden. Maar Kapteins zeer, zeer knap weer onmiddellijk na dat wiel van Sanne Kant toe. Kant probeerde te doen wat ze moest doen. De koppositie vast te houden in de waan. Dat dat haar een riante uitgangspositie voor de sprint zou opleveren. Maar de twee jongeren kwamen goed terug. En dan het gebikkel. Verdonschot neemt verdomd de leiding voor het aanvatten van die sprint. Hier komt dan die sprint en dan goed kijken naar Verdonschot. Die houdt wat in en op die manier kan haar vriendin de hele wereld, nou ja, de twee anderen, volkomen verrassen. Op een hogere snelheid wegsprinten, dan neem je met de klap een lengte of drie. Onderschat dit beeld niet. Dat is meer dan een lengte of twee, zeker drie. En dan heeft Sanne Kant onvoldoende terug om nog te remonteren. En wonder boven wonder wint Kapteins hier deze cross in Lille. 1 Kapteins, 2 Kant, 3 Verdonschot, 4 De Boer, 5 Compton, 6 Van Looy, 7 Sels, 8 Bakker, 9 Verheestraten en 10 Alvarado. Kijk eens, tussen de eerste en de tiende, 2 minuten en 9 verschil. Dat lijkt wel WK-niveau, maar het heeft vooral te maken met een eindig seizoenscross. En ook het niveau dat niet dat van het WK was qua bezetting. Vooral onthouden ook Sanne Kant door die ziekte gesloopt niet op haar best. Doorgaans ben je dan zanderdaags toch weer in orde. Ja, dit kan wel zijn voor haar. Hè. Dus morgen, dat doet verhopen dat dat allemaal achter de rug is. Maar echt, die eerste cross, dat is niet de gemakkelijkste. Dit is het eindklassement. Sanne Kant, Van Looy, Kapteins. Dan Verdonschot, De Boer, Verschuren, Sels, Verheestraten, Breymaier en Anderson. Wat met De Jong? Voor een niet-deelname krijg je 5 minuten. Zie ik hier niet staan. Nee, ze zijn ze vergeten. Dat wordt nog even bijrekenen. Die kwam van de leiding, hè? Iedereen, anorak, regenjas, paraplu. Wat jammer voor een hoogfeest. Ja, ja, en gelukkig is het pas begonnen. De meeste mensen waren al hier. Anders zouden die allemaal gekozen hebben voor lekker voor de buis, de tv op. De Mark is er ook, Mark Hermans. De winnaar van de Iron Man. Zijn benen draagt die ene man daar. Altijd goed gemutst. Interview met hem gelezen een paar weken geleden. Dat is eigenlijk verplichte lectuur voor ieder die wat minder geluk heeft in het leven. We gaan nog eens kijken naar de aanzet van de eindsprint. Verdonschot, die daar gaat zitten. Duidelijk inhoud. Ja, die houdt in. En dan die, de verrassing. En Kant alsof kijkt dan naar links en komt van rechts. Ja, Verdonschot die doet alsof ze in gang gaat trekken en die doet dat dan niet. En dan is het gat te groot. Knap manoeuvre. De verkeerde kant opkijken kan dus inderdaad fataal zijn. Roger Moens overkwam het ook op de Spelen in Rome in de 800 meter tegen Pieter Snell. De aanzet van een sprint toch o zo belangrijk. Jawel, jawel, ze was, Maud Kartijns, die was iets gelanceerd en dat maakt, ja, dat maakt een geweldig verschil.
Kapteins mag twee keer op het podium. Kapteins niet alleen als dagwinnares, maar kapteins ook nog eens voor winnares van de snelste ronde wedstrijd. Vaste slap voor deze manche, hè. Kapteins voor Sanne Kant en Verdonschot. Kapteins 8.44.2. Sanne Kant 8.45.1. Verdonschot 8.47. Blank. Dan de Boer, Compton, Van Looy, Verheestraten, Bakker en Sels. Mede door de blessure, na die ongelukkige geval van De Jong in de hoge rijden, Sanne Kant is ook eindwinnares van deze trofee. Reken daar ook nog maar de superprestige bij. Daarin heeft ze 30 punten voorsprong. Het is wel zo dat de twee laatste manches, of de laatste twee, zo moet ik dat zeggen, dat die een dubbel puntenconto meekrijgen. Maar het is natuurlijk wel zo dat Kant van buitenschot is. En de Belgische titel en de wereldtitel. Dan mist ze alleen de wereldbeker en het EK. Dan mag je andermaal spreken van een fantastisch seizoen. Dat ziet er beter uit. Kant, De Jong op 2, Van Looy op 3. Dat is het eindpodium van de DVV Verzekeringen Trofee. En kapteins is nog netjes voor Verdonschot uitgebleven in dat eindklassement. Wat de daguitslag betreft, op de derde plaats een verkleumde Laura Verdonschot. Scherp als een mes. Sanne Kant met de felicitaties. Zoals het ondertussen al gewoon op het hoogste trapje in het podium te mogen gaan staan. Felicitaties van Paul Diels, dat is de burgemeester van Lille, van de koersgemeente bij uitstek. En dan gaan we naar Maud Kapteins kijken. De winnares. Op verrassing, maar zeker niet onverdiend als je ook nog eens rekening had met die snelste ronde. En haar houding in de wedstrijd altijd zeer attent en vooral bressen gedicht. En ook initiatief genomen in de eerste fase van de wedstrijd. Laten we zeggen in de slotsprint, Paul.